Ja. Oké, de drukte hier die u ziet, dat zijn al de journalisten om meneer Kanhai. Ze proberen allemaal een reactie uit hem te krijgen, maar dit gaat heel erg moeilijk. Meneer Kanhai, blijft u even staan, anders vallen we allemaal op. Waarom niet? Uw interpretatie betekent dit dat Wouters de gevangenis ingaat? Wat zegt u? Wat is uw interpretatie? Betekent dit dat Wouters de gevangenis ingaat? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het Openbaar Ministerie gaat doen. Maar in de gegeven worden aan de gratie. Zou u dat toch doen? Gaat u gratie vragen? Ik kan het niet vragen. Ik weet het niet. Pas op, daar is een beetje. We staan er nu elders op wachten. Meneer Kanhai wil niet stilstaan. Wat gaat u tegen elkaar zeggen wanneer u hem weer spreekt? Wat ik had gezegd, iets aan de ziekte. En wat gaat u daarna adviseren om te doen? Dat ga ik u niet zeggen. Maar gaat u hem ook zeggen van, Wouters, ik had je gezegd om te komen naar de zitting. Dat was het advies. Dat ga ik hem niet zeggen. Want okay. Zou de zaak anders kunnen verlopen als de heer Wouters zelf nee. In hoofd? Nee. U vroeg ook om die voorbedachte raden te bewijzen. Dan is dat nu wel het geval. De rechter heeft het bewezen geacht. Dus wat ik ervan denk nu, heeft geen zin. De rechter heeft het bewezen geacht. En dat is drie keer bewezen geacht, dus de rechter heeft het aan het rechte eind? Het is een rechtscollege. Meneer Kanhai. Gaat u meneer Wouters adviseren om gratie aan te vragen? Weet u, ik ga dat niet aan u zeggen. Omdat ik nog moet nadenken over wat er gaat gebeuren en niet gaat gebeuren. Meneer Kanhai. Hoeveel tijd heeft u nodig om na te denken? Straks zal ik het met hem besproken hebben. Maar u is ook verweten van een vertragingstactiek. Dat heeft de... Ja, ik zou via geëigende kanalen daar iets over zeggen. Uh-huh. Ik ga niet een rechter bespreken die iets gezegd heeft in het openbaar, dat doe ik niet. Okay. Omdat ik aan een eed gebonden ben. Ja. Dat ik respect moet opbrengen voor rechterlijke autoriteiten. Ja. Maar ik zou daar via de geëigende kanalen iets over zeggen, ja. Want feit is, alles wat u ter verdediging heeft aangedragen is verworpen. Ja. De rechter heeft het verworpen. Dat als hij gelijk heeft, dat is een andere vraag. Mm. U bent dus teleurgesteld over de uitspraak? Ja. Ja. Waarom? Omdat ik het niet eens ben met de overwegingen. Maar die overwegingen moet ik nog bestuderen, hoor. Okay. Maar nu willen de kijkers en luisteraars weten wat de vervolgstappen zijn. Want ze hebben begrepen. Er zijn in Suriname geen vervolgstappen. Geen directe ingevangenneming? Nee. En ook vanwege zijn leeftijd is aangehaald? Nee, er zijn geen vervolgstappen in Suriname. Ook geen gratieverzoek? Dat is ik weet nog, het niet. Ik weet het niet. Ik kan geen gratie vragen. Was u verrast toen er geen directe gevangenneming werd gelast? Nee, ik was niet verrast. Ik ben met de uitspraak ook niet verrast. Oh, toch niet? Nee. Wat zou u wel verrassen? Als het... Als de rechter de overwegingen anders had bekeken en de bewijsmiddelen anders had geïnterpreteerd en niet selectief. Mm-hmm. Maar laten we dat op een ander forum bespreken. Maar waar gaat u nu dan? Want we willen misschien ook met de cliënt praten. Dan moet u hem opzoeken. Ja, waar is hij? Dat weet ik niet. Oh, maar u zei u gaat met hem praten. Ik ga proberen om te vinden en dan met hem te praten. Ja? U had vrijspraak verwacht, dat had u ook aangegeven aan uw cliënt. Nu is vrijspraak niet gekomen. Kijk, als je naar een uitspraak gaat in een strafzaak, hè, dan weet je het nooit van tevoren. Uh-huh. En dan zit je te dippen en je denkt nou wanneer de rechter bezig is uit te spreken. En je krijgt dat vonnis binnen een paar uren. Of binnen een dag hebben we dat vonnis. En dan kunnen we het bespreken op een bepaald moment. Uh-huh. En dan bespreken we niet de rechter.
Maar dan gaan we wel dat denkproces in die rechter zijn hoofd bespreken. Ja. Wanneer kan hij die andere verdachten zijn met hun afgelopen? En is er bij hun directe gevangenneming? Nee, bij niemand is dat gelast. Maar ze hebben wel hoeveel gehad? Het vonnis is hoeveel? Wat zegt u? 15 jaar. 15 jaar? Ja. Van meneer Bouten is het 20. Want iemand sprak, de rechter heeft ook aangegeven, geen levenslang in dit geval, hè? Ja, vanwege zijn leeftijd. Mm. Dat weet ik niet. Dat kan ik me niet zo herinneren hoor. Kijk, je luistert ernaar. Mm-hmm. En eigenlijk waar je niet geïnteresseerd bent, niet al de overwegingen. Je bent geïnteresseerd in de tijd. Oh. Van, ja. Van, daar ben je voornamelijk in geïnteresseerd. Precies. Oké. Okay. Dus. Goed. Ik ben... Dat is de heer Ten Haag. Die toch wel de pers over de woord stond. Dan aan te geven. Ja, duidelijk aan het gezicht van hem. Vrijspraak, ja, en dan krijgen we de absolute veroordeling. 20 jaar. De andere verdachte die zaak. Zo. Dit is meneer Ten Haag. Die klank teleurgesteld. Hij gaat nu vertrekken en als alles goed is, gaat hij nu richting zijn cliënt. Meneer Ten Haag, ik zou niet meer roken dan. Ja. Ja, ik weet niet of dat toch. Of naar stress, ne? Nee. Ik bedoel, ik luister elke dag naar strafvonnis, dus. En daar hoort de sigaret bij? Stress. Dus die is nog gewoon Uruguay, ne? Uruguay, tot dat. Dus je luistert niet naar de dokter? Word die op 74-jarige leeftijd, weet ik niet. Als ik nou moet luisteren naar een dokter. Aboom. Aboom. Ja, dat is meneer Ten Haag en zijn sigaret. Die hij eigenlijk niet mag roken. Maar goed. Dan gaan we terug naar de rechtszaal. Dan het woord. Maar daar is ook druk. Dan gaan we rustig op zijn beurt afwachten. Of laten we toch proberen erbij te komen. Oef. Ja, dus ik inderdaad. Mevrouw Goede. Nee, je staat goed. Hoe voelt u zich? Opgelucht, moe. Oeh. Moe, ja. Ik dacht dat u zou zeggen opgelucht. Ik zei ook opgelucht en moe. Wat nu? Zo snel mogelijk ophalen en naar de gevangenis brengen. Dat moet het Openbaar Ministerie dan maar zo snel mogelijk doen. Dan is alles duidelijk. De 8 december herdenkingsdienst wordt een feestdienst? Ik heb op 8 december aangekondigd dat de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede dit niet meer doet. Volgend jaar. Omdat we vonden dat dit het goed moment was om er in die vorm mee op te houden. Ik zeg niet dat we totaal ermee ophouden, maar wel op de manier zoals het de laatste jaren is geweest. We gaan terug zoals we het vroeger deden, vanaf 1983. Een sobere kerkdienst. Maakt niet uit welke kerk. Maar het werk van Betty Goede is ook voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Het werk is nog niet af, hè? Het monument staat er nog. Dat hebben we ieder jaar weer aangekondigd op 10 december. Dat het de hoogste tijd wordt dat onze overheid overgaat tot een commissie die nou eindelijk moet gaan inventariseren hoeveel mensenrechten schendingen er hebben plaatsgevonden. En hoe wij daarmee omgaan en de veroordeling en de onderzoek en de berechting van de daders die verantwoordelijk zijn voor Moiwana, Tamarejo, Changalanga Passi, individuele militairen die van trucks afvielen en doodgingen, lijken die gevonden zijn op verschillende plaatsen, mensen die de avondklok niet in acht hadden genomen. Nou, vult u het rijtje maar aan, het is vrij lang. Maar dit zijn dan de bekende plekken die genoemd worden, maar het kan nog aardig aangevuld worden.
En ik denk dat Suriname nou eindelijk moet overgaan tot onderzoek van alle mensenrechten schendingen die vanaf 1980 hebben plaatsgevonden. Nog iets te vertellen? Dat gerechtigheid en dat onderzoek in iedere democratische rechtsstaat moet geschieden. En als Suriname daarin nalatig is geweest, dan wordt het de hoogste tijd dat we de draad oppakken en wel tot onderzoek overgaan. En berechting van alle daders die zich schuldig hebben gemaakt aan alle mensenrechten schendingen die in Suriname hebben plaatsgevonden. Thank you. Dat was mevrouw Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Ah, meneer Asset is nog bezig met 1001 journalisten binnen- en buitenland. Zo, we gaan gewoon rustig ons beurt afwachten hoor. Te spreken. Meneer Asset, mag ik u ook spreken? René Gamperstaan eerst. Meneer Asset, kunt u ons een recap geven van vandaag? Nou, het Hof van Justitie heeft 11 vonnissen die eerder door de krijgsraad gewezen zijn, bevestigd. Bij 1 vonnis is het aantal jaren gevangenisstraf, verlaagd naar 15 jaar. Maar voor de heer Boutersen is 20 jaar overeind gebleven. En dat is vandaag door het Hof van Justitie dus bevestigd. En het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat het gelasten van gevangenneming niet nodig is. Omdat de wet voorschrijft dat iedereen die bij definitief vonnis veroordeeld is, en welk vonnis dus in kracht van gewijzigde is gegaan, dat vonnis door het Openbaar Ministerie moet worden uitgevoerd. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook zal gebeuren. 20 jaar voor meneer Boutersen, geen onmiddellijke gevangenneming. En die andere 4 verdachten? Hetzelfde. Voor allemaal, die hebben 15 jaar. Die hadden ook al 15 jaar gekregen, behalve 1 denk ik. Maar in ieder geval, de uitslag is nu 15 jaar voor alle 4 verdachten en 20 jaar voor de heer Boutersen. En ze worden niet onmiddellijk opgepakt om de gevangenisstraf uit te gaan zetten? Nee. Het Hof van Justitie heeft hun gevangenneming niet gelast. Maar het Hof van Justitie heeft gezegd, ik ga het herhalen, als iemand bij vonnis veroordeeld is en dat vonnis is een eindvonnis, dan moet het Openbaar Ministerie dat vonnis uitvoeren. En dat zal ook gebeuren. Dus nu zijn er eenheden onderweg om die 5 mannen op te pakken? Wat mij betreft wel, ja. Dat zou moeten. Dat moet u hun vragen. Ik heb begrepen dat er nog kans is op gratie. Iedereen mag gratie aanvragen, ja. Maar ik denk niet dat, dat,
dat enige verandering gaat brengen. Laat me het anders zeggen. Ik ga ervan uit dat die gratie niet verleend zal worden. Als u naar het Hof vandaag geluisterd heeft. Het Hof heeft niet alleen de vonnissen bevestigd. Het Hof heeft de gronden waarop die vonnissen gewezen zijn aangevuld. En het is niet maals wat het Hof heeft aangegeven als aanvullende gronden. Met name de ellende die deze moordenaars hebben aangericht. Ellende voor de families, voor de slachtoffers, van de slachtoffers. Ellende voor de samenleving. In feite heeft het Hof overwogen dat Boutersen in ieder geval levenslang zou moeten krijgen. Maar gezien zijn leeftijd, zegt het Hof, houden ze het op 20 jaar. Nou, dan denk ik niet dat dit Hof een positief advies gaat geven voor een gratie. En de president van de Republiek heeft meerdere keren gezegd, want hij gaat beslissen, dat verzoek van gratie gaat naar hem, zou naar hem moeten, dat hij het advies van het Hof zal opvolgen. En nogmaals, het Hof was overduidelijk. Dus ook die weg is een doodlopende. Wat is gratie precies? Gratie is in feite een beslissing waardoor je een opgelegde gevangenisstraf niet hoeft uit te zitten. Hoe kijkt advocaat Hugo Esset terug? Is hij tevreden? Had het beter? Moest er meer gebeuren? Ja, het had allemaal sneller gemoeten. Maar uiteindelijk ben ik met het eindresultaat natuurlijk tevreden. Ja. De afgelopen dagen, heer Esset, heeft men het toch gehad over de rechtsstaat Suriname. Anderen hebben zich heel negatief uitgelaten. Wat zegt u vandaag? Nou, ik zou zeggen, vrouwe Justitia staat weer recht overeind. En haar sokkel is nu aard en nagel vast in de Surinaamse bodem. Nog iets te melden? Dat ik iedereen oproep, voor en contra, om zich te houden aan wet en recht. Dat is Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden. Goed, dat was het. Goed, dan gaan we afsluiten met de vlag van de NDP.